Universiteit van Nederland. Iran wordt vaak gezien als de bron van alle kwaad in het Midden-Oosten. En dat is onterecht. Maar het is wel een macht waarmee rekening gehouden moet worden. Iran. Het land speelt al jarenlang een rol in spanningen en gewelddadige conflicten in het Midden-Oosten. Dagenlang was er grote vrees voor een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten. tussen Iran en de Verenigde Staten. Bertens is hoe dan ook geen toeval. nu de spanningen tussen de VS en Iran hard aan het oplopen zijn. Ook in de oorlog tussen Israël en Hamas speelt Iran een rol. Hier in het Iraanse consulaat vindt een enorme explosie plaats. Iran heeft de aanval uitgevoerd vanuit verschillende landen in de regio. Het is de eerste keer dat Iran en Israël direct met elkaar in gevecht zijn. Met eerst de aanval van Israël op de, het consulaat in, in Damascus. En de Iraanse reactie daarop met gevechtstroons. In deze conflicten waarbij Iran betrokken is... Speelt een moeizame relatie met de Verenigde Staten een rol? De vijandige relatie tussen deze landen gaat tientallen jaren terug. Iran-deskundige Maike Warnaar van de Universiteit Leiden legt uit hoe deze situatie is ontstaan. Ja, Iran heeft een bijzondere positie. Het is een land met heel veel grondstoffen, olie en gas. En zou eigenlijk heel veel invloed kunnen hebben in de regio. Maar heeft uh, relatief weinig invloed. En Iran zou dat graag anders zien. Maike neemt ons mee in de geschiedenis van Iran. Hoe ontstond die moeilijke relatie met de Verenigde Staten? En welke rol speelt Iran in de conflicten in de regio? En dan hebben we het dus over het Midden-Oosten. In Iran zelf is er ook van alles aan de hand, bijvoorbeeld rondom de mensenrechten. Maar vandaag gaan we het hebben over de conflicten tussen Iran en andere landen. We gaan terug naar 1951. Iran heeft een koning, de shah, maar ook een premier. Iran is op dat moment een democratie. Maar de Britten hebben heel veel invloed in het land. En ze maken ook aanspraak op de oliereserves van Iran. En dat betekent dat de inkomsten uit olie eigenlijk niet bij de bevolking terechtkomen. En dat leidt tot grote onvrede bij de Iraniërs. Het Iraanse parlement besluit dan de olie te nationaliseren. En het is aan premier Mossadegh om dit ten uitvoer te brengen. Maar de Britten die willen niet meewerken. En die weigeren bijvoorbeeld de Iraanse olie te kopen. Iran raakt hierdoor in een economische crisis. En dan, in 1953, vindt er een coup d'état plaats: een gewelddadige overname van de macht door het leger. Achteraf blijkt hij te zijn gesteund door de geheime diensten van de Amerikanen en de Britten. Zij helpen op dat moment de koning van Iran, de shah, opnieuw aan de macht en daarmee de democratie omzeek. De Shah bleef hierna steun ontvangen van de Verenigde Staten en ging met steeds hardere hand regeren. Het Westen keek weg van de mensenrechtenschendingen en onderdrukking in Iran. En dat zette kwaad bloed bij de Iraniërs. In 1979 vindt er met de steun van de Iraanse bevolking een revolutie plaats met Khomeini als boegbeeld. De Islamitische Republiek Iran wordt uitgeroepen. En gaandeweg keert Iran zich tegen het Westen. Eind 1979 worden 52 medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Iran gegijzeld. En vanaf dat moment zijn de relaties onherstelbaar beschadigd. Op dat moment mengt buurland Irak zich in de strijd met Iran. Wanneer Iran verzwakt lijkt door de revolutie, valt Irak aan. Ze willen grondgebied hebben dat volgens hen tot Irak behoort. Het gevolg is de Iran-Irak-oorlog, waarbij het Westen uiteindelijk Irak steunt. De relatie tussen Iran en het Westen wordt daardoor nog slechter. Opvallend is dat vandaag de dag Irak en Iran juist goede banden hebben. Maike vertelt ons hoe de verhoudingen in het Midden-Oosten tegenwoordig liggen. En daarin spelen niet alleen landen een rol, maar ook lokale groeperingen, zoals bijvoorbeeld Hamas. Die groepen hebben veel macht. Om het eenvoudig te houden, delen we de landen en groepen in het Midden-Oosten op in twee kampen: pro- en anti-VS. Iran en de VS staan in het Midden-Oosten regelmatig tegenover elkaar. En daarbij steunt Iran groepen die zich ook verzetten tegen de aanwezigheid van de Verenigde Staten. Dat zijn verschillende groepen in Irak, dat is de Syrische regering, Hezbollah in Libanon, Hamas in Palestina en de Houthis in Jemen. Geen zorgen als je niet precies weet wie die groepen zijn, Mike komt er zo op terug. De Verenigde Staten heeft goede relaties met de meeste Arabische landen in de regio, onder andere met Saoedi-Arabië en natuurlijk met Israël en Turkije. Ondanks deze slechte verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Iran werken ze zo nu en dan wel samen. In de strijd tegen de Taliban in Afghanistan trokken ze samen op. Ook in de strijd tegen IS trekken het Westen en Iran samen op. Ze hebben er allemaal belang bij om IS zo snel mogelijk uit de regio te verdrijven. Op verschillende momenten deden Iran en de VS pogingen om de relaties te verbeteren. Iran bleek welwillend, maar meestal liet de VS het afweten. Jarenlang blijft de relatie slecht, waardoor pro- en anti-VS kampen in het Midden-Oosten. Elkaar met geweld blijven bestoken. Korte tijd lijkt het beter te gaan. In september 2023 bereiken Iran en de VS een deal. Vijf Amerikaanse gevangenen in Iran worden geruild tegen bevroren Iraanse tegoeden in de VS. En in de aanloop naar deze deal is het rustig. Maar dan valt Hamas vanuit de Gazastrook Israël aan op 7 oktober 2023. Israël reageert op deze aanval met nog meer geweld. En het aantal incidenten tegen de VS in de regio neemt meteen toe. Nog even samengevat: Iran heeft dus goede banden met Irak en Syrië. Aan de andere kant staan de Verenigde Staten, die goede banden hebben met de meeste landen in de regio. En met name met Saoedi-Arabië en Israël. Maar dan heb je nog de groeperingen in de regio waar Mike het net over had. En dat zorgt voor een ingewikkeld samenspel. Deze groepen handelen in principe zelfstandig en volgen hun eigen belangen. Bijvoorbeeld omdat ze verwikkeld zijn in een binnenlandse machtsstrijd. Wel delen ze bepaalde doelen met Iran, zoals de strijd tegen het Westen. Ze worden dus niet aangestuurd door Iran. Het is voor Iran gunstig om deze groepen te steunen, bijvoorbeeld met geld en wapens. Allereerst Hamas, een hoofdrolspeler in het conflict tussen Israël en Palestina. Zij vielen op 7 oktober 2023 Israël aan. Hamas vecht vanuit de Gazastrook voor een Palestijnse staat, soms op bijzonder gewelddadige wijze. Iran steunt Hamas in de strijd tegen Israël. Want dat land heeft volgens Iran geen bestaansrecht. De aanval van 7 oktober werd gevierd in het Iraanse parlement. Mede hierdoor dacht Israël dat Iran achter de aanval van 7 oktober zat. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten. Zeggen dat ook Iran verrast was door deze aanval. Wel is het de vraag of de aanval mogelijk was geweest zonder de steun van Iran. De tweede groep die door Iran wordt gesteund zijn de Houthis in Jemen. Die vechten tegen de regering van Jemen en hebben inmiddels het grootste gedeelte van het land onder hun controle. En ook daarbij speelt de anti-westerse houding een belangrijke rol. Dan is er ook nog Hezbollah in Libanon. Ja, Hezbollah is een belangrijke politieke speler in Libanon. Het is veel meer dan een politieke partij. Het is als het ware een staat binnen de staat Libanon. Hezbollah is een interessante partner voor Iran vanwege de strijd met Israël. Hezbollah is regelmatig met Israël in conflict in het grensgebied. En daarnaast is Libanon sowieso een belangrijke strategische ligging naast Syrië en de Middellandse Zee. De band van Iran met deze groepen is een struikelblok voor de verbetering van de relaties met het Westen. Met name de Verenigde Staten hebben flink last van deze groepen. Toch blijft Iran deze partijen steunen. De belangrijkste reden is afschrikking. Iran is militair gezien geen partij voor landen als Israël, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. Maar door de banden met deze kleinere groepen heeft het toch slagkracht. En die slagkracht is nuttig in onderhandelingen met het Westen. De VS zal eerder geneigd zijn om compromissen te sluiten. als ze weten dat het dan vervolgens rustig blijft in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zijn militair sterker en nog altijd aanwezig in het Midden-Oosten. Tot grote frustratie van Iran. De VS blijft een belangrijke speler in het Midden-Oosten. met militaire basissen in Irak, in de Golfstaten en ook één in Syrië. Iran voelt zich blijvend bedreigd door deze aanwezigheid van de Verenigde Staten. Door het conflict tussen Israël en Hamas staan alle verhoudingen weer op scherp. En zijn er steeds vaker aanvallen over en weer. Ondanks de confrontaties tussen de bondgenoten van Israël en Iran. was er tot april 2024 nooit sprake van een directe confrontatie tussen deze twee landen. Een confrontatie, een militaire confrontatie tussen Israël en Iran. is heel risicovol voor Iran. Iran is geen partij. ...voor de militaire macht van Israël, zeker met de steun van de Verenigde Staten. En dat verklaart ook waarom Iran zich eigenlijk grotendeels afzijdig heeft gehouden in dit conflict. Netanyahu, de premier van Israël, is op oorlogspad. En hij houdt stellig vast aan het idee dat Hamas wordt aangestuurd door Iran. Dus voerde Israël op 1 april 2024 in de context van de oorlog in Gaza... ...een aanval uit op het Iraanse consulaat in Damascus in Syrië. Dit kan worden gezien als een directe aanval op Iran. Want een aanval op een ambassade gaat in tegen het internationale recht. Toch hebben westerse landen deze aanval niet veroordeeld. Ja, Iran beriep zich op het recht op zelfverdediging. toen het een kleine twee weken later raketten afvuurde op Israël. Vanaf dat moment waren Iran en Israël in een direct gewapend conflict. Daarmee was de oorlog niet meer beperkt tot Israël en de directe buurlanden, maar dreigde er een regionale escalatie. Iran, Israël, de Verenigde Staten, de situatie is gespannen. Maar blijft dat ook zo? De situatie is niet oplosbaar. Daarvoor is er gewoon te veel gebeurd. Het hoogst haalbare is normalisatie tussen de landen, zodat er weer een stabiele situatie ontstaat. Een situatie zonder conflicten, waarin mensen weer in vrede kunnen leven. En daarvoor is het nodig dat Iran en de VS weer met elkaar om de tafel gaan. Het is niet alleen haalbaar, maar het is ook noodzakelijk. Iran wordt vaak gezien als de bron van alle kwaad in het Midden-Oosten. En dat is onterecht. Maar het is wel een macht waarmee rekening gehouden moet worden. Westerse diplomaten weten uit ervaring dat er met Iran te praten valt. Maar daarvoor is het wel nodig dat we met andere ogen naar Iran gaan kijken. Dankjewel Maaike voor deze uitleg over de rol van Iran in het Midden-Oosten. Wil je meer weten over het conflict tussen Israël en Hamas? Kijk of luister dan onze eerdere aflevering. Een link daarnaar vind je in de beschrijving. Tot de volgende!